Finabank NV heeft ondanks een uitdagend jaar het jaar 2023 succesvol afgesloten. Eblijn Frenji, directeur Finabank, geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat om dit resultaat te kunnen bereiken, de directie, staf en personeel heel veel energie en denkwerk heeft gekost. De bankinstellingen moesten hun beleid wat aanpassen vanwege het IMF-programma. Desondanks heeft de bank geleerd hoe daarmee om te gaan. Aan de andere kant hebben we de fiscale maatregelen gekend, de BTW, verhoging van government take, die ervoor gezorgd dat de koopkracht omlaag is gegaan. Tussen alle maatregelen van het IMF-programma hebben wij geprobeerd na te denken hoe gaan wij daarmee om. En ik moet zeggen dat vanwege het feit dat we heel heel goede relatie met onze klanten hebben aan de ene kant en onze klanten hebben kunnen bedienen en aan de andere kant onze zeg maar, markt uitgebreid hebben naar het Caribisch gebied en Latijns-Amerika hebben we een goed jaar achter de rug gehad. Onze kredietportefeuille is gegroeid, we zijn gezond gebleven we hebben een mooi resultaat kunnen boeken vanwege dus de strategische stappen die we hebben gezet, ondanks de moeilijke en uitdagende economische situatie. Elk jaar heeft ze uitdagingen en ondanks het jaar succesvol is afgesloten, is Frenji van mening dat er altijd zaken zijn die anders of beter konden verlopen. Dat kan pas geschieden na een evaluatie, meent de directeur. Wat wij hebben gemist is gedegen voorbereiding, gedegen communicatie van het IMF-programma naar de samenleving, soms ook naar banken toe. We zijn vaak ad hoc geconfronteerd met maatregelen. Ik moet zeggen, dat was met name in het begin van het jaar. Later zijn de maatregelen en is de communicatie verder geoptimaliseerd. Maar het gaat niet alleen om de banken uiteraard, het gaat ook om de samenleving. Ik denk dat er vanuit de overheid, vanuit de centrale bank, een veel betere communicatie naar de samenleving zou moeten zijn. En het minder in een politieke framing geplaatst moet worden, maar meer in een rationele en in een what's in it for me frame geplaatst moet worden. Zodat de samenleving ook begrijpt waarom deze moeilijke maatregelen genomen moeten worden. Dus communicatie enerzijds en anderzijds, intern kunnen er altijd zaken verbeterd worden. Maar als we kijken naar het grotere geheel, zijn we wel blij met het jaar en we zijn blij hoe zaken verlopen zijn. De bankinstelling doet regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken om zo de dienstverlening aan te passen naar de behoeften van de cliënten. Dit systeem zal worden voortgezet in de komende jaren, zegt Frenji.